Yeah, piep show time. Dames en heren, en als je nu toch dacht van na al die weken... dan gaan ze het toch echt niet meer over die Activision Blizzard <laughs> shit hebben. Want daar hebben we het al zo vaak over gehad. Nee, we'll prove you wrong. Um, het gaat er namelijk weer wel over, sorry, sorry. Nog dat meer ik... Activision Blizzard. Jij ja, 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 nou, was ik er klaar mee, mee, hè, vorige week. Ik me echt mijn strot uit deze, uh, deze zaak. Ja, nee, absoluut. Ik heb zitten kijken van zijn er nog andere dingen. Maar dit, dit, alles draait hier om... En elke week komen er weer nieuwe dingen uit. Eh, waarbij je. Het, 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 is, het, is het is voyeuristisch op dit moment. Ja, het, ja, het, is, het geeft een inzicht in de krochten van de gamesindustrie. Die misschien helemaal niet zo leuk zijn voor gamers. Die je eigenlijk niet wil weten. Maar die eigenlijk wel heel essentieel zijn over hoe het nou gaat. Hoe games worden uitgebracht. Wat is er, nou aan, uh, wat is er een beetje aan de hand? Um, er is bijvoorbeeld nu een. Even kijken hoor. Er is een CME die heeft, uh, in de fase 2 heeft hij gevraagd om. Nadere, nadere uh, verduidelijking vanuit de beide partijen, uh, dus uh, Microsoft en Sony. Nou, die antwoord die is nu openbaar gemaakt. Dat is een antwoord van 28 november. Dus dat is eigenlijk alweer wat geleden. Maar het leert november, ons. Is, 28 november. Dat is drie dagen geleden. Um, ja, nee, ja dat, toen is het naar buiten gekomen. Okay. En dat antwoord was al een paar weken oud. Oh, okay, er zit een okay, soort ja. van vertraging in maar dat ze okay. dat dan buiten brengen. Ja. Um, en dat. Het fijne daaraan van, van dat antwoord is, met name van Sony kant, maar ook van Microsoft kant, is dat we nu toegaan naar waar jij het uh, ook de laatste keer over had. Van, Call of Duty is oké. Okay, weet je wel, tuurlijk, dat, dat is een beetje zeg maar, het vehikel, de aanleiding waarom we het over hebben. Maar eigenlijk draait het om één ding. En dat is een transitie van game on desk, oftewel gewoon je fysieke schijfje, naar uh, uh, dat je ook een game via een code online kan komen, naar subscription model. En wat er nu eigenlijk en wat Sony ook aangeeft, en dat is eigenlijk het eerste waar we het een beetje over gaan hebben, is um, dat, um, ja goed, we zien het daar. Um, Sony zegt: de deal met Activision, die bedreigt het gaming-ecosysteem op een kritisch moment. En dat kritische moment. <laughs> Dat is, eigenlijk, en dat, staat hier, dat is eigenlijk waar het een beetje om draagt, uh, draait. En dat kritische moment, dat, dat, dat geven ze ook aan. Van, uh, we, hè, we zaten eigenlijk in een, in een tijdperk waarin je fysieke games uitbracht. En daar kon je 60 euro of 70 euro en inmiddels 80 euro voor vragen. En daar verkocht je dan heel veel van. En dan had je een winstgevend model. Toen kwam inderdaad dat het meer online ging. En nu gaan we dus, zeggen zij, naar een, een, een model toe uh, van de Game Pass. Een subscription model. Waarbij je uh, 10 euro, 15 euro per maand betaalt. En daar moeten al die games. Die dure games die zij maken. Want het zijn hartstikke dure games. Daar moeten die van betaald worden. Dat gaat razendsnel. Uh, dat, 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 dat knalt op tegen uh, de manier waarop we op dit moment games maken. En het is wel grappig dat ze helemaal hun narratief veranderd hebben. Want in ja. het begin was het heel erg ja, van Call of Duty op de PlayStation een probleem. Nu is duidelijk dat dat niet een probleem is. Nee, de aap komt uit de maal. Waar is het allemaal om te doen? Natuurlijk. Het gaat om Game Pass. Ja. Game Pass bedreigt de industrie volgens Sony. I, I... En gelijk hebben ze. Game Pass bedreigt de industrie ook. Het is een propositie waar je niet tegenin kunt concurreren. als je niet ontzettend diepe zak heeft. En Sony heeft dat niet. Nee, nou, hier staat het ook. De transaction threatens the gaming ecosystem at a critical moment. It would take... On een uh, irreplaceable gaming franchise. Call of Duty. Out of independent hands. Dus uh, ja. Oké. Okay. Ik bedoel. Activision is independent. Zou je ook nog kunnen zeggen. Ze hebben een deal gesloten met, met, met Sony. Om exclusieve content. Maar goed. Independent. Mm -hmm. uh, en dat gaat dan naar Microsoft. Dat is dan niet independent meer, en combine it uh, with Microsoft highly successful game. ja, in één keer gaan ze ook echt gewoon Microsoft allerlei veren in de kont duwen, waarvan ik denk, nou ja, goed, highly successful, uh, Playstation, wat is dan de Playstation, want die is nog vele malen succesvol, is die dan extremely succesvol? Uh, leading multi-gaming subscription service game pass, sterker nog, ze zeggen ook in hun eigen antwoord van Playstation Plus, Nowhere even near. Uh, dominant PC, OS, Windows en leading cloud platform Azure. The only way to preserve robust competition and protect consumers and independent developers is to ensure that Activision remains independently owned and controlled. Maar ik zei, het klopt niet, want wat ze zeggen is van oké, okay, Game Pass is het probleem. Ja. Game Pass is nu een probleem en de Activision-games behoren nog niet eens tot Game Pass. Dus ze zeggen, we hebben nu een probleem, het is een kritiek moment. En als Activision Blizzard daaronder wordt gebracht, ja. nou, dan is het over en uit. Uh, dat vind ik een zwak argument. Mm -hmm. um, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben het met ze eens dat Game Pass uh, de volledige uh, 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 ja, de manier waarop de games-industrie uh, gemonetized wordt gaat veranderen. Ja. Um, dat betekent dat Sony ook gedwongen wordt om mee te gaan in het subscription-model. Ja. Dat willen ze niet, dat kunnen ze niet. Ze zijn aan het schoppen en schreeuwen en ze hebben geen zin en ze willen het niet. Uh, en toch zullen ze wel moeten. Mm -hmm. uh, want ze worden gedwongen. En door deze overname van Activision Blizzard te frustreren. Denken ze dat ze daarmee de opmars van Game Pass gaan frustreren? Ik denk eerlijk gezegd dat Microsoft alleen maar. Um, uh, um, hoe noem je dat uh, meer vastberaden wordt in hun idee dat Game Pass daadwerkelijk Xbox <coughs> de lead gaat geven in die gamesindustrie. Dat Wat zou, ook zo is. Denk ja, ik. Dat, dat, dat zou kunnen. Activision heeft ook al aangegeven van we're ready to fight for uh, the merger. Dus die, die zijn ja. nu ook best wel agressief. Uh, Bobby ziet natuurlijk van helemaal zijn miljarden <laughs> verdwijnen als het ware. Weet je Die wil natuurlijk ook gewoon een mooie uitbetaling krijgen. En de krijgen. aandeelhouders, dat is waar het om gaat. Uh, de aandeelhouders die hebben geld uh, geroken. Die is een zak die zijn wortel voor de ja. neus houdt. Nu willen ze hem hebben, hem ook het is heel grappig om te zien. En dat wordt steeds meer duidelijk. Het, 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 het spit zich echt toe op dat game-pass model. En dat vind ik, um, ja, kijk, ik, ik noem dat vooruitgang. En, en met vooruitgang heb ik niet over een, ik geef het geen waarde. Ik geef, ik zeg niet dat het goede vooruitgang geeft. Is, ik zeg niet dat het slechte vooruitgang is, um, maar het is waar film en video al naartoe zijn gegaan. Het is, ik denk dat dat niet iets is wat je kunt remmen. Mensen willen liefst zo min mogelijk betalen voor zoveel mogelijk. Ja, die, die film en video is niet te vergelijken hiermee. En dat is, het, nee. dat is het hele ding. Net als dat Spotify niet met film en video te vergelijken is. Weet je, ik bedoel, Spotify heeft alles. Weet je, ja. heeft elke en er zijn, weet ik Tuurlijk. veel, er zijn nog vijf of tien uh, muziekstreamingdiensten die alles hebben. Maar is het is het volgens mij is het te vergelijken in die zin dat de consument niet meer bereid is inmiddels om voor elke cd te kopen die ze willen luisteren. Dus ze willen gewoon... Eens. Dat, dat, maar bedoel, dat is het verschil. Dus feitelijk, kijk, Sony zoals het jaar lang ging, 80 euro betalen, uh, dan kreeg je een game, je kocht een console en dan kon je het spelen. Maar PlayStation was dominant. De... Ja, behalve Maar, maar je ja. moet kijken, dit, dit is net zoals Netflix, alleen uh, het verschil is, is dat je dan, je hebt Netflix, je hebt Prime Video, je ja. hebt Disney Plus en HBO Max... En nu heb je één partij daartussen. Stel je voor dat het HBO Max is, en die heeft gewoon 100 miljard cash op de bank. Mm -hmm. Die gaat gewoon elke tv-producent kopen... elke ja. uh, content-deal aan. Het mm -hmm. maakt niet uit wat je hebt. Ja. Ze kopen het en ze doen het op hun platform... zodat je niet bij de concurrent terechtkomt. Mm -hmm. Dat is wat Microsoft nu aan het doen is. Zeker. Die zijn gewoon aan het zeggen van... luister, heb jij een uitgever? Maak jij videogames? <laughs> dan heb ik hier een zak met 100 miljard. En ik ga je gewoon kopen... zodat je uh, je content niet naar Playstation gaat brengen. Ja. En uh, omdat... Uh, en dat is waardoor PlayStation yeah, helemaal okay. gek wordt. Yeah. En waardoor uh, PlayStation uh, die zaak aan de spannen. En dan zegt Microsoft: Maar wacht even. Je krijgt die games wel gewoon op de PlayStation. Mm -hmm. Met als uitzondering: Je krijgt die games wel op de PlayStation. Maar never, ever fucking hell binnen PlayStation Plus. En dat is natuurlijk het hele ding. Weet je? Zij gaan niet hun content binnen het, uh, een concurrerend verdienmodel houden. Ah, okay, Wil jij 70 euro betalen voor een game? Nee, ja. hey, natuurlijk veel plezier. Bij ons voor 15 euro in de maand heb je die game ook. Even, nou, dat is mm. natuurlijk geen concurrentie. Ik ga even hier naartoe. Uh, namelijk. Uh, Microsoft heeft wel degelijk aangeboden om Game Pass op PlayStation te zetten. Sterker nog, PlayStation heeft aan Microsoft gevraagd of ze PlayStation Plus. Op hun service hier. Third, uh, Mi uh, Microsoft argues, and dat staat here, uh, that demand for multi-game subscription services would not tip towards Game Pass because Microsoft would also make Game Pass available on PlayStation. But the wider availability of the leading provider, Game Pass, now endowed with exclusive irreplaceable content and protected by direct and indirect network. Effects would make it harder, not easier, for rival multi-game subscription services to compete. Microsoft stands that Game Pass availability on PlayStation would be a panacea, panacea, panacea? Yeah. panacea for the harm from this transaction. Rings particularly hollow given that Microsoft does not permit PlayStation Plus to be available in Xbox. No, yeah, <laughs> it's so. Perfect zijn ja. als je inderdaad Xbox op de play uh, uh, Game Pass op de PlayStation zou hebben en PlayStation Plus op de Xbox ja. hebben. Dat zou sens maken. Los van het feit dat natuurlijk die games nooit never niet native op mekaar's platformen gaan draaien, want dat zijn mm -hmm. andere technisch ja, gezien ja, gewoon andere. Maar goed, daar zou, je, daar zou je altijd een oplossing voor. Nou, doen. Ja, kost gaat, heel daar, veel geld. Daar, daar komt dan een streaming oplossing voor. Maar ja. goed, whatever. Oké, okay, weet je, ja. ik doe, daar zou ik al niet bij akkoord gaan. Maar uh, stel <laughs> dat het op een of andere technisch zou werken, dan zou dat voor de gamer de best mogelijke oplossing zijn. Ja. Um, ja, alleen logisch, dan moeten ze elkaar gaan lopen vertrouwen. En IA uh, heeft er, omdat ze geen eigen hardwareplatform uh, hebben, belang bij dat ze dat hun content, hun streamingdienst, dat IA, uh, hoe heet het ook weer, IA uh, Play uh, uh, op, al die, um, uh, op al die platformen zit. Mm -hmm. Dat is leuk en aardig. Maar... Uh, Sony en Microsoft, ja, die zijn concurrerende hardwareplatformen. Dus dat maakt het gewoon ontzettend lastig. Ja, nee, absoluut. D dit is een, 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 een enorm punt. Ik, ik zie een soort van worsteling ook bij uh, PlayStation, hoe dit. Hoe moeten we dit nou gaan aanpakken? Het grappige is, um, Microsoft in hun antwoord, en dat is dit artikel, althans, ja, TweakTown. Uh, ik vind deze man, Derek Strickland, vind ik een uh, toffe gast. Vrij objectief. Uh, checkt hij al die dingen en, en komt hij met verhalen erover. Dus vandaar dat ik hem even gebruik. Maar Microsoft gaf aan, uh, en even kijken hoor. Um, kijk, ja. Sony zegt: Microsoft disrupts the business model. Ja, en dan zegt Microsoft, hey, ja, oké, okay, snap ik, snap ik, snap ik. Maar Sony kan het ook doen. Sony kan namelijk, uh, en dan zegt hier, um, uh, even kijken hoor. Uh, hier, at a minimum, Sony could in include additional first- and third-party releases in PlayStation Plus on the day-and-date release. Sony first-party exclusives are not currently included in the PlayStation Plus. Ja, ze, gaan, ze, ze geven gewoon aan wat een PlayStation plus kunt. Ja, ze zeggen van, hey, doel, hey, je kan het toch zelf ook doen? Dan ja. is het probleem toch opgelost? Of... Waarom doen jullie dat dan niet? Nou, en... maar het is natuurlijk een beetje kinderachtig. Om de reden dat ze het niet doen. Is nee. dat Sony dan al die miljoenen uh, verkochte exemplaren keer 70 uh, dollar mislaat. Exact. En hier zie je ook nog eens een keer... Uh, dus dit is het aantal leden van PlayStation Plus. Dat gaat omhoog, dat gaat omhoog. En de laatste tijd gaat het weer omlaag. Dus waar Xbox Game Pass omhoog gaat, omdat waarschijnlijk het aanbod beter is... Gaat PlayStation Plus weer omlaag. Uh, hier zie je ook, dat heeft hij ook wel goed gedaan. Uh, de, en dit, dit, hier gaat het ook een beetje op. Kijk, PlayStation zit van... Oké, okay, kunnen we dat wel doen? Kunnen we dat niet doen? Aan de ene kant hebben ze de fysieke koop van games, uh, van hun eigen games. Dat is dat roze getal. Hier heb je 2022. Je ziet dat dat wel steeds kleiner wordt. Dat, dat groene is dus eigenlijk uh, third-party. Dat is wat uh, ze kwijt gaan raken aan concurrentie. Nee, dat, dat is wat ze binnenkrijgen. Op nee, dat snap ik. Oké, okay, dat is, ja, dat ja, is ja, wat uh, ze dus uh, verliezen. Ver maar zij, zij zouden dus, feitelijk, wat Maxwell zegt, ja, maar, dude, je kan ook. Anders gaan nadenken over hoe je je games gaat verkopen. Um, dat is lullig voor jouw first-party games. Hè? Dat is deze 6.7 waar je die, die 80 dollar geheel van in je eigen zak kunt steken. Uh, maar dit uh, aantal, uh, dat, dat kun je zelf ook uh, gaan doen. Weet je, ik bedoel, maar het wat ik hier zo fascinerend aan vind, ja. is dat je hebt hier een botsing van culturen. Hè? Die vind ik ja. heel mooi, want je moet het. Ik bedoel, ik weet niet of veel mensen nog weten, maar toen Sony voor het eerst uh, online ging, dat je dus multiplayer games kon spelen op een PlayStation. Ja, dat werkte voor geen fucking meter. Nee. Het is al eens heel lang zo geweest dat Japanse uh, bedrijven stonden erom bekend dat ze hun online platformen niet voor elkaar kregen. Mm. Het lukte gewoon niet. En uh, sterker nog, Sony maakte ook gebruik van Microsoft Azure. Dus als jij uh, een, een Playstation game online speelt, dan gaat het via de servers van Microsoft. Mm -hmm. Microsoft verdient aan alle kanten. Dat Sony heeft die boot echt gruwelijk gemist. Ja. Maar ze zijn een contentbedrijf. Mm -hmm. En het probleem wat ze hebben is dat ze een contentbedrijf zijn met een hardware platform. Dat is, dat is hetzelfde probleem wat uh, Nintendo had toen ze nog niet de Switch hadden. Dat ze een Wii U hadden die niet verkocht. En ze waren een content... Uh, 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 bedrijf met een hardware platform wat niet verkocht. Ja, dan verkoopt je content ook niet. Dat is een groot probleem. Ja. En, dat, uh, en Sony die staat nu eigenlijk een beetje uh, aan de vooravond van de vraag, wat is belangrijker? Onze hardware platform, of ons hardware platform of onze content business? En die content business die kan heel goed uitgerold worden op andere hardware maar dat hardware platform, ja. dat kan niet gebruik maken van andere content business. Maar dat is het ook. van En die, die strijd zie ik dus heel erg. Waar ik, like, het is heel erg van... Maar als jij moet kiezen, als jij Sony een label zou moeten... Sorry dat ik je in de reden val. Sony een uh, 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 stempel zou moeten... Wat zijn ze? Zijn ze zij een hardware uh, business of zijn ze zij een content business? Nou, ik, ik, ik vind ze heel erg Nintendo. Althans, dat is de kant waar ze op moeten gaan. Dus dat is namelijk gewoon content maken die uniek is... en die op een eigen platform verkopen. Ja, en maar ik zie dat eigen platform ding uh, is aan het weggaan. Want dat... uh, 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 nou, omdat, omdat dat dus blijkbaar, want dat maken ze nu eigenlijk duidelijk. En dat verbaast mij dat het nu zo openlijk ook wordt toegegeven tussen de regels door dat ze eigenlijk hun hele foundation, waarbij Nintendo gewoon kan zeggen: uh, Ik maak unieke games. En ook de verkoopcijfers laten zien dat 80%, 75% van de inkomsten komt uit Nintendo games. En de rest komt een beetje uit third party. Ja. Dat is beton, weet je wel. Daar kan je op bouwen. Zij zijn een veel betere contentbusiness dan Sony. Omgekeerd blijkt dus dat de merendeel van het geld wat ze op dit moment verdienen, komt uit third-party producties. Ja, dat is achillesziel is Dat is een enorme achilleshiel, ja. Dat is drijfzand. En wat je nu ziet is een. Eigenlijk zeggen ze: ze zijn met twee totaal andere dingen bezig. Zij zijn eigenlijk bezig met de oude business. En Microsoft probeert echt iets nieuws te doen. Iets totaal anders met Game Pass. En toch zijn ze met elkaar aan het bekvechten. Terwijl. Eigenlijk slaat dat helemaal nergens op. Want Sony kan niet meedoen in wat Microsoft wil. En Microsoft wil niet meedoen in wat Sony wil. Namelijk, gewoon die games, die grote triple E. Dus het, het loopt zo langs elkaar heen te. Fietsen gewoon. Nou ja, ik, ik kijk, en dit is de conclusie die we iedere keer uh, ja. trekken. Sony moet gewoon hun grote broeken aantrekken, hun, hun big boy pants aantrekken en zeggen: wij zijn een contentbedrijf. Daarin zijn we fucking goed. Ja. Wij gaan nu fucking goede content maken, en daarom gaan mensen PlayStations kopen. En als ze dat gaan doen. Uh, dan moet ze ook niet met subscription models en PlayStation Plus en niet mm -hmm. half dit, half dat. Fuck het allemaal wegdonderen. Gewoon 70 dollar voor een game die de moeite waard is om 70 dollar voor neer te leggen. Dat ja. moeten ze gaan doen. En om heel eerlijk te zijn. Als je kijkt wat Herman Huls nu aan het doen is bij PlayStation, <laughs> is het exact ja, het tegenovergestelde. Okay. Het is de remake van de remake van een game van acht jaar geleden. Ja. Weet je? Nou, het ja, is God, gewoon... God of War doet het natuurlijk dan weer wel heel goed. Oké, okay, nou goed. Ja. Eentje. Nou ja, hebben nee, ze, hebben nee, ze eigenlijk nee, een keer nee, een goede game. Maar, die fucking maar ik, 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 console is al twee jaar uit. Ik weet je? denk zelfs nog dat de kosten van PlayStation op dit moment, de manier zoals zij willen uh, draaien. Dat die op basis alleen van first party games, die drie, vier releases per jaar niet uh, houdbaar is. Ik, ik Waarom? Denk het, dat... Nintendo kan het toch ook drie, vier releases per jaar? Ja, maar op, ja, hoe, hoe moet ik dat nou uitleggen? Omdat... Om um... Waarom kan Nintendo dat wel? Kijk naar het kantoor van Nintendo Nederland, versus het kantoor van Sony bij de <laughs> dat is, dat is, Sorry dat is, hoor, maar dat is, ja. dat is een duurder kantoor, maar dat dus is dat, er zitten meer dat, mensen. Het is... Maar komt niet te veel geld via die third party binnen. <laughs> Bij, so bij Sony bedoel ik. Ja. ja daar dat komt het, te... Nee, maar dat is het dus van... Waarom? Omdat ze zelf geen content hebben. Nee, en dat is dus het rare. Dat, dat is ook iets wat die Derek Strickland op een gegeven moment zegt. Van als je naar die cijfers kijkt, houden ze heel erg vast van... van hun keuze is van focussen we op die, op die full-priced games... of kijken we naar de toekomst. En de toekomst is subscription model, uh, uh, live service games, weet je wel? Dus die, maar, die grote... Maar... En daar gaan ze er nu 12 van maken, heel snel... Van ja. van ja, oh shit, shit, daar zit nu het, het geld. Ze gaan richting PC, ze gaan richting mobile. Um, dat, zijn alle, dat is dus niet, hier zijn we trots op, dit is de core van onze business. Nee, we gaan van alles en nog ja, maar wat. Maar ze proberen. zijn in paniek. En dat, zijn, ja. dat is niet nieuw, dat zijn ze al waarschijnlijk Als al. Als ze twee dat jaar. laatste namelijk willen, die live service, dan zijn ze veel meer gebaat bij een subscription model. Omdat, en dat is ook wat veel mensen concluderen, subscription model past heel erg goed bij, of nee, de live service game past heel erg goed bij subscription model. Want ja. de game is dan min of meer gratis. En mensen verkopen zich helemaal scheel aan de trans ja, maar, transactions. Het, het grote probleem is dat zij hebben. Er is een. Uh, je moet je voorstellen. Een paar jaar terug ja. uh, was er een, uh, een, 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 een vergadering intern bij een directievergadering en misschien ook wel met de aandeelhouders erbij. Ik weet niet een soort ja. uh, aandeelhoudersvergadering. En daarin werd, keken ze naar die grafiek en daarin zag je dus inderdaad van wat is het? 80 90 procent van de inkomsten komt uit third party. Op dat ogenblik moeten alle alarmbellen afgaan. Uh -huh. Dat is niet gebeurd. Zij hebben gezegd van tada, moet je eens kijken wat fantastisch. We doen zelf doen we weet ik veel 6 7 miljard omzet en we hebben ook nog eens een keertje zoveel miljard omzet. ik zeg maar wat ik uh -huh. doe, ik ga niet even de bedragen maar en we hebben het ook nog eens een keer zoveel uh, doen we met third party. Fantastisch verhaal. Ja. Dat is geen fantastisch verhaal. Dat is een dat is een dat is een dat is een, een ontzettende kwetsbare situatie. Zeker. En op dat ogenblik moet je iemand hebben met visie die dat tijd kan keren. En die kan zeggen van mm -hmm. ja, als jij 80% van je inkomsten uit third party haalt, dan betekent ja. dat je voor 80% van je inkomsten gewoon op losse schroeven staat. Absoluut. Dan moet je van hele goede huizen komen je, je, dan wil je dat vasthouden. Want dat zijn allemaal partijen die zo uh, uh, hypocriet zijn als ik weet niet wat. Maar dan hypocriet die willen gewoon geld verdienen. En maar maar PlayStation altijd was negen. altijd gewoon leading. Dus logisch dat iedereen. Zei van, hey, nee, dude. maar niet logisch als je daar in de directie zit. Als jij CEO bent van Sony PlayStation en je ziet die situatie gebeuren ja, en, en je, ge exact. je ziet 80% van mijn inkomsten is van third party. Ja. Sorry, maar dan heb je, weet je, het is alsof je een, een, een uh, ik heb dat een keer van dichtbij gemaakt. Uh, mm -hmm. Een tje en dat een hele grote klant ja. en nog een paar andere klanten. En op een gegeven moment gingen ze al hun tijd en moeite ging in die ene klant zitten, want ja. dat, dat verdiende het meeste. Logisch ook, want daar ja. je meest inkomsten. En toen zei die ene klant. Doei. ja en toen was het was afgelopen met het ja. bedrijf. Want dan zeggen die kleine klanten ook van... Ja, fuck you. Nou, nee, nou, maar we... omdat ze hebben geen aandacht meer aan die kleine klanten nee. besteed. Die hebben, ze, die hebben ze afgestoten. Want ja. dat verdient allemaal niks. En, de, en als je met zo'n mentaliteit een bedrijf runt... dan verdien je het gewoon om die les te leren. Nee. En Sony heeft gewoon een grote fout gemaakt. Want Microsoft is nu bezig om die 80% naar zich toe te trekken. Exact. Sony heeft helemaal niets daartegen in te brengen. Nee. En uh, uh, kijk, uh, uh, Nintendo is hard geworden. Mm -hmm. Die hebben gewoon gezegd van... Jezus... Is maar één. In tijden van crisis kun je alleen maar bouwen op je eigen IP's. Constant. Dus die zijn hun eigen IP's gaan uitbouwen. Ja. Sony heeft gezegd van nou, de inkomsten van third party is zo zijn onze eigen IP's, laten we maar aandacht steken in die third party en minder in onze eigen. Wacht even, Herman Huls, ben je daar? Kun jij eventjes alle kosten snijden in onze uh, development? Dat is hij vervolgens nou, gaan doen. En, en is klaar. En het, game over. En het rare is dat die aandacht, die treatment van die third parties, de afgelopen. 10, 15 jaar niet zozeer is op basis van gelijkwaardigheid of van we zijn vrienden, we doen het samen, maar heel vaak ook van wij zijn de grootste. Ja, dus maar omdat Sony en natuurlijk en keer. Dus je moet zo... wel bij ons zijn. Ze werden, er is heel veel geklaagd altijd over de. Omdat behandeling. het een fucking arrogant bedrijf is. Ja. En da dat probleem heb je altijd. Op het moment dat een bedrijf groot wordt, ja. met uh, uh, middelmatig. Uh, uh, met een middelmatige communicatiestructuur, een mm -hmm. middelmatig niveau, dan uh, krijg je arrogantie. Ja. Daarom zie je dat bij Microsoft zie je dat niet, omdat die mensen, als jij wil aangenomen worden bij Microsoft, dan krijg je een soort van persoonlijkheidsanalyse. <laughs> en een, uh, weet ik veel, dan gaan ze maar kijken wie je bent en wat voor soort mens je bent en wat voor yeah. persoonlijkheidstype en of je past in het bedrijf. En als jij een arrogante, middelmatige lul bent, dan kom je er niet in. Mm -hmm. En dat is gewoon uh, uh, hetzelfde bij Apple. Weet je, dat soort bedrijven hebben lang geleerd, die mensen moeten weg. Ja. En Sony is nog. Die zitten wat dat betreft nog gewoon volop in de jaren negentig. Waar het niveau laag is, het niveau van communicatie laag is. En het enige wat hoog is, was het niveau van hun producten. Ja. En daarvan hebben ze nu ook gezegd. Uh, hm. Jongens, dat is wat minder belangrijk. Om erachter te komen dat het heel belangrijk was. <laughs> maar ja, daar kom je niet achter als het niveau van je management zo laag is. Nee. En dat is gewoon wat daar aan de hand is. Z ze hebben inderdaad laat zien aankomen dat er inderdaad op een gegeven moment een verandering in de markt zou komen. Um, ook Interessant blijkt nu ook wel Activision. Blizzard zelf heeft of had geen enkele uh, behoefte om uh, hun, hun games in een eigen subscription model te doen. Dus wat EA 8 wel doet, ja. wat Ubisoft ook doet, wilde Activision absoluut niet. De enige manier waarop dit gaat gebeuren, is als deze merger doorgaat. Want dan gaat Microsoft hetzelfde doen op de Game Pass. Dus ook dat is nu duidelijk geworden. Activision ligt het niet. Uh, uh, die wil dat helemaal niet. Die hebben ook een deal met, met Sony daarin. Um, en dan komen we ook nog eens een keer uh, bij natuurlijk dat hele feit. De hele tijd het gehak op, op Call, of Duty. Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Ook interessant is nu dat Microsoft. Um, Eigenlijk een beetje heeft door laten schemeren van wat voor model hebben ze dan? En dit is het model. Hmm. Het ja. model is: je hebt um, verschillende soorten uh, uh, games. Heb je. Uh, um, um, je hebt, zeg maar, uh, games met, die hoog risico hebben. Um, denk aan bijvoorbeeld een Pentinent... wat net is uitgekomen. Uh, hmm. Dat is absoluut een Game Pass game. Dat zetten ze gewoon op Game Pass en dat gaat ook exclusief zijn. Dan heb je games. En dat, is, dat vind ik dan ook weer op, opvallend. Um, Starfield. Uh, hebben ze het over? Starfield gaat exclusief worden omdat ze dat niet. Uh, en dan moet ik even zoeken hoor. Um, ja, hier. Yet Microsoft once again is trying to explain why games that sells millions of units are not a big deal. Dus zij vinden die games niet heel groot. Elder Scrolls, um, Starfield. Het zijn oké games. Maar het is niet super groot. Dus die zetten we exclusief. Maar Call of Duty is van zo'n grote magnitude. Die kan niet exclusief. Die moet multiplatform zijn. Het is een ja. cross-platform game. Dus no fucking way dat we die ooit, zoals ze nu zeggen, cross-platform gaan zeggen. Ja. Nou ja, de eens. <laughs> Maar het is wel lullig, ook weer voor Bethesda dat zij horen van: oké, okay, jullie maken geen multi-million dollar-titels, uh, weet je wel? Oh. Ja, maar het is wel multi dollar. Het is alleen die hele business is naar niveau gegroeid. Ja, uh, uh, daar dat is nieuw voor ons, mm -hmm. weet je? Ik bedoel, Microsoft heeft zelf dat dat uh, model gereleased, of, de of die inschatting gelanceerd dat uh, Game Pass op een gegeven moment twee miljard mensen moet bereiken. Ja, het leuk en aardig, maar dat doe je niet met uh, Elder Scrolls, weet je. Dat nee. is niet een een game die door miljarden mensen gespeeld Gaat worden? Call of Duty en FIFA, ja, misschien wel. Weet je, ja. ik, ik begrijp hoe ze denken. Um, en ik denk dat je ook in staat moet zijn om de zaak te trekken. En dat kunnen ze bij Bethesda echt wel hoor. Ja, nee, ongetwijfeld. Oh, ik bedoel, er zijn 10, 20 miljoen mensen die uh, Starfield gaan spelen straks. Ja, weet je, ik bedoel, als die game goed is, um, dat is natuurlijk gigantisch. Maar dat is voor uh, um, uh, als als uh, stel dat Game Pass daadwerkelijk 100, 200 miljoen mensen bereikt? Ja. Ja, dan is dat maar 10%, 10 van, je, uh, van je. van je userbase. Valt wel mee, weet je. Absoluut. Um, in het antwoord, en ik heb dat citaat even niet. 1, 2, 3 uh, uh, binnen bereik. Um, geeft Sony zichzelf, maar ook andere uitgevers. waar ze in principe. Uh, van afhankelijk zijn. 80% mm -hmm. eh? uh, uh, third party. Best wel een harde trap in de ballen. Want ze zeggen bijvoorbeeld op een gegeven moment: van uh, het is onmogelijk om een franchise als Call of Duty te maken. Um, als je dat probeert, hebben we best wel grote failures gezien. Kijk maar naar Battlefield. Ja. In wezen hebben ze gelijk, want Battlefield heeft het ooit geprobeerd van willen een Call of Duty worden. Dat is, dat is best wel mislukt, want ze zitten nu in totale identiteit Identiteitscrisis van ja, ja, wat zijn we nu eigenlijk? Je kunt niet iets zijn wat je niet bent. Nee. Um, en ze hebben zelf Bungie ge gekocht voor 3.7 miljard. Um, die hebben hele ooit gemaakt. Die zouden dat dus best kunnen doen, maar zij geven aan dat dat dus eigenlijk onmogelijk is. En ze lopen nu een beetje te, te roepen van ja, um, het shootergenre is heel erg belangrijk. En als uh, Microsoft of als Xbox dus inderdaad Call of Duty krijgt, of in ieder geval Activision Blizzard, dan zijn zij een one-stop-shop voor. Het shootergenre. En ja, dat plaatje hebben we dan even hier om uh, te tonen. Uh, inderdaad, dan zou Call of Duty, uh, Doom, Gears of War, Halo en Overwatch. Dan moet je ook wel aangeven uh, dat dat wel de grote, uh, de grote merken zijn. Ik vind, ik vind Doom en Gears of War ik niet zo belangrijk. Maar goed, Halo, uh, Overwatch en Call of Duty. Dan eigenlijk hoort er eigenlijk nog Battlefield bij. Dan heb je wel de grote shooter franchises gehad. Uh, strike is natuurlijk groot, maar dat is kun je overal spelen is van niemand. Maar waar is uh, uh, hoe heet het? Um Destiny? Uh, uh, nee, ik bedoelde eigenlijk um, uh, Fortnite. Ja, hebben ze er niet bij gezet? Nee, omdat ze die niet hebben. En nee. ik, ik heb zoiets van ja, ik, volgens mij is dat de grootste shooter uh, uh, serie. Um. Ja. Nou, maar ook dit weer. Ik vind dat ze ook hier. Maar dit is zo dus die dit, die, dit. Ja, die samen. zeggen dit die, ja. Ja, ja, nee, precies. Ik vind het, sorry, zo maar van, die, van wij, wij kunnen dit niet. Wat een yeah. onzin, man. Ik, ja. Weet je hoeveel mensen nog Counter-Strike spelen, bijvoorbeeld? Nou, uh, ja, maar ook, ook, het, ook aangeven van: oké, okay, maar dit kunnen wij niet verbeteren. Nee, dat maar vind ik, de, ik zo raar. Ja, maar ik, ik zie wel mm -hmm. dat uh, Sony al jaren probeert om dat shooters genre in te komen. We hebben dat 100%. gezien met ja. een game die heette Jack. We hebben die ja. multiplayer-shooters in de ruimte gezien. Resistance. Resistance, Resistance natuurlijk. Zo kom. Inderdaad, ook een goede het is ze nooit gelukt, Nee. en dat um, ja, dat maar dat dat dat, dat is nou helemaal zo. Ja, nee, dat bedoel, bedoel ik van ja. mij lukt ook niet alles in mijn leven. Ik had heel graag in de NBA gespeeld, maar het gaat hem niet worden. Moet ik dan gaan janken van? Doe het is natuurlijk geen vergelijking, maar het, ik dat, dat kwetsbaar opstellen en eigenlijk de hele tijd roepen van ja, maar wij kunnen het niet en zij zijn groot en 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 ze bedreigen ons. Ik, ik vind ja, dat maar zo dat slachtoffer gedrag is ja, raar ik zie dat zo, zo ja, ik vind het raar om dat ja. te zien, ja, omdat als je nu bij Bungie werkt, ik denk dat die mensen best wel de ambitie hebben van oké okay, maar we hebben Destiny is dat dan niet goed genoeg en hey wij willen wel voor jullie gaan proberen om binnen vier vijf jaar de fucking wreedste shooter alle tijden uh, nee. neer te zetten dat nu al opgeeft van ja het gaat nooit meer lukken maar um, Xbox kan geen de uh, last of Us maken en geen nee, nou, 100% en, zeker. Geen, en ze uh, geven dat op door ja daarom ze, dus ik nou. bedoel, wat, wat waar heb je het over ik ik denk echt Sony heeft de, de allergrootste fout die Sony heeft gemaakt is dat ze hebben besloten ja. om van die hele uh, um, diverse begrijp ik niet verkeerd met dat diverse game concepten af te stappen en juist nog maar de focus te gaan leggen op een paar maar ja. en ik vind letterlijk de remake van de remake van de eerste The Last of Us vind ik daar een goed voorbeeld van dat is echt totaal taal de verkeerde weg. Nee, de, ja, absoluut. Ik bedoel, dat ik, dat moet je echt niet doen. En dat zijn, ja. dat dat is gewoon een keuze die gemaakt is, en dat gaan ze een, een hoge prijs voor betalen. Nou ja, het probleem zit nu dat zij vastzitten in, en dat heeft Jim Ryan ook gezegd, van hun businessmodel is van je maakt een game, je verdient daar goed geld mee. Wat ze doen, dan ga je dat geld ga je investeren dat je nog een betere game kan maken die nog meer geld kost, waarmee je dan hopelijk nog meer geld gaat verdienen. En met dat geld ga je hopelijk dan nog een betere ja, game. Ja, nee, maar hij beschrijft wat er mis is. Het is duurder en duurder, en duurder en duurder en duurder. En je merkt nu in één keer van... oké, okay, er worden minder games uh, gemaakt. Er worden minder games gekocht op dit moment, 2022. Uh, oké, okay, mijn hele businessmodel straalt in elkaar. Maar de trekt dan die conclusie en ja. ga dan vol in PlayStation Plus en lul niet met je dat je vast blijft hangen met je triple A games die niet in PlayStation Plus komen. Ja. Ga gewoon die strijd aan. Je hebt al die IPs. Ja. Doe dat gewoon. En dat vind ik zo raar, want dit dit probleem is veel groter dan Sony. I wij hebben dit gezien jij en ik bij mm -hmm. Sanoma. Op een mm -hmm. gegeven moment ja. we schreven allebei voor Power Limited. Je werd overge zou overgenomen worden of wat was van Vnu ja. en Vnu werd overgenomen door Sanoma. En toen zagen we van dichtbij al die succesvolle bladen van Sanoma moesten op een gegeven moment vertaald worden naar tv-programma's, ja. want uh, uh, Sanoma dat de, 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 de ging samen met en de Mol en die hadden ja. dan SBS die waren televisie gaan dan. doen, die gingen televisie maken en het serieus, het is alleen maar bij eigen huis en tuin volgens mij gelukt, ja, ja. de VT wonen of weet ik van wat, ja. dat is letterlijk het enige voorbeeld dat gelukt, de rest is allemaal geflopt. Waarom? Als je inkomstenmodel is bladen maken, ja. dan kun je niet zomaar televisieprogramma's gaan maken. Nee. Dat is een ander inkomstenmodel, dat is een ander ja. development-proces, dat is een andere, andere mindset, andere mentaliteit, een heel ander productieproces. Lukt gewoon niet. En het idee van, joh, maar jullie kunnen toch leuk content maken, dan kun je toch ook een content maken voor televisie. Elke sukkel kan die conclusie trekken, maar in de mm -hmm. praktijk werkt het niet. Ja. Dit is Sony, die zijn ingesteld op één trucje. Dat hele bedrijf is alle mensen zijn aangenomen, die kunnen allemaal met z'n allen maar één trucje. En nu wordt ze gevraagd van, jullie moeten ook nog twee andere trucjes namelijk ja. Game Pass en Service Games. Die moeten jullie ook gaan doen. En ze kunnen het gewoon niet. En dat bedrijf... Daarom is het zo aan het janken en aan het schreeuwen en aan, aan het gillen, want ze moeten namelijk een transitie doormaken. En die mm -hmm. transitie houdt in dat zij gewoon keihard de helft van alle personeel eruit moeten gooien en op zoek moeten gaan naar mensen die het wel kunnen. Ja. want zij kunnen het niet, en dat is, dat is pijnlijk. En ja. um, of dat proces wat nu gaande is, waarbij al die studio's. Uh, alleen nog maar bezig zijn met de uh, Last of Us games maken. Uh, of dat een onderdeel is van de transitie, ik betwijfel het. Maar hoe je ook bent of keert, zij moeten zichzelf nu op, opnieuw uitvinden. En hoe ja. eerder zij die bittere pil slikken en gewoon uh, dit gezeik stoppen, de handen mm -hmm. in de ring gooien en zeggen van oké, okay, fuck het, We gaan terug naar huis, we gaan naar Tokio. En dan gaan we eens even heel goed met elkaar praten over wat we nou eigenlijk willen met PlayStation. Totdat dat gebeurt, ja. is het gewoon een, 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 een afglijdende uh, schaal. Nu merk ik wel, uh, CME, Europese Unie en nu ook de FTC in Amerika, die gaan ja. nu ook datzelfde onderzoek uh, beginnen. Um, ik, ik was er heel zeker van dat, het, dat, dat Microsoft dit zou gaan winnen, uh, dit, dit hele gepraat. Je ziet nu ook dat de toon van Microsoft wel wat gematigder wordt. Uh, ze moeten uiteindelijk natuurlijk ook gewoon die. die, ja, die, die, die CMA... Maar Microsoft gaat sowieso winnen. Ja. Het gaat niet om deze zaak. Nee. Weet je, ik bedoel, kijk wat ze met de Embracer groep doen. Mm -hmm. Ze betalen, of ze investeren in de embracer Ze gaan ze het op een andere extra... manier doen. Tuurlijk doen ze het op een andere manier. Ze hebben ja. geld, money talks. Ja. De rest doet er niet toe. Nou ja, dat, 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 dat zijn ook natuurlijk uh, een aantal mensen die dat zeggen. Van, op, kijk, Sony vecht hier nu voor. Het zou best kunnen dat ze dit lukt om tegen te houden. Dat uh, een aantal mensen zeggen van... Oké, okay, maar dan openen ze misschien nog wel uh, uh, een veel grotere val... om in te donderstralen uh, ja. dan, dan dat ze nu eigenlijk zouden hebben als ze zouden zeggen, oké, okay, hey, dude, okay, dit gevecht hebben jullie gewonnen, wij gaan gewoon ons eigen ding doen en gaan jullie maar voor die 2 miljard gamers. Maar, wat gaat het toch doen? Wat denk je dat ja. nou, er gaat gebeuren? Als zij naar Activision gaan en zeggen van, oké, okay, Call of Duty, nu exclusief voor de Xbox. Wat ja, nee, dan gaan, ze, dan gaan ze gewoon rechten afkopen inderdaad. Natuurlijk, dan, ja. dan ja. doen ze dat toch? Dan ja. is Sony ook fucked. Het maakt geen donder uit. Linksom, nee. rechtsom, het maakt niet uit. Een inkijkje. Dat is eigenlijk wat we steeds meer krijgen door al die gegevens. Wat overigens wel tof is dat ze. natuurlijk die uh, transpar uh, transparantie een klein beetje uh, handhaven. Ik bedoel, best wel veel dingen zijn dan weer uh, zwart gelakt. Met name aantallen. Hè, van hoeveel aantal uh, games verkoop je. en dat soort dingen. Nou, dat snap ik ook wel. Dat, dat is best wel bedrijfsgevoelige uh, uh, informatie. Maar ja, wat ik al zeg. Het draait allemaal om Game Pass. En de bedreiging die Game Pass is voor Sony. maar ook voor de industrie in zijn algemeen. En dan met name voor partijen als Sony en Nintendo, wat minder voor EA, voor een Ubisoft, want die kunnen altijd zeggen van, oké okay, goed, dan gaan we onze games gratis maken uh, en dan gaan we helemaal inzetten op, op, op dat service model, gaan we helemaal inzetten op Microsoft, daar waren ze toch al mee bezig. Dus ik denk dat die wel, hè, dat, dat, ze hebben het dan ook over nieuwe opportunities, mm -hmm. um, maar PlayStation heeft hier echt een, uh, een probleem en ze hebben ook wel gelijk, uh, er is geen enkele andere service die in de buurt gaat komen voorlopig van Microsoft. Gewoon omdat ze A hun eigen studio's hebben en B ook nog eens een keer hele diepe pockets om content te kopen. Daar kan geen GeForce Now of Utomic of wat je ook allemaal hebt. Die kan er echt niet tegenop. Ja. Um, nou ja, goed. Ja, we blijven de zaak volgen. Ik, ik ben benieuwd of er nu weer uh, nieuwe dingen uh, naar voren komen of dat het nu kerst komt er een beetje aan. Misschien gaan die ook wel achter de uh, gebraden eend zitten. Uh, dat het even wat rustiger wordt. Wil ik nog even terugkomen op één ding. En dat was vorige week hadden het ook over de Embracer Group. Uh, vond ik heel interessant. Um, dit is een Nederlandse man in Amerika. Ik ga kijken of ik hem kan contacten. Hij heeft ook een bureau waarin hij al dit soort dingen onderzoekt. Hij, uh, ik heb hem even op een gesubscribed. Hij best wel, ja, ook, ook eigenlijk wat wij doen, doet hij ook. Maar dan veel meer met research. Hij heeft echt een bedrijf, weet je al. Mm -hmm. uh, mensen die alles uitzoeken. Het gaat erom, de Embracer Group uh, heeft uh, het afgelopen jaar... 22 deals gesloten voor 4,6 miljard... Euro, um, dat staat inderdaad hier. En uh, terwijl um, Tencent uh, 14 deals sloot um, 2 miljard in diezelfde periode. Nou, Embrace Groep is gigantisch aan het groeien. Heeft nu 200 nog wat studio's. En opeens kwamen ze de afgelopen week met de mededeling, of de week daarvoor uh, met de mededeling van: Ja, uh, het gaat wel wat minder. En misschien uh, moeten we toch weer wat gaan afstoten, weet je wel. En wat hij zich dan ook terecht afvraagt van iedereen kon Dat zien aankomen dat 2020 en 2021 door die pandemie totaal vertekende jaren waren. Toen werd er ontzettend veel games verkocht. En um, ze hebben zoveel uh, geld erin gestopt, geleend om te investeren in nieuwe studio's aan te kopen. Zit in een totaal andere tijd. En in één keer loopt ze tegen de muur aan. Van waarschijnlijk een, een, een boekhouder die zegt. Wacht even. Nee, nee, nee. nee. Ja? Het is, dat is niet wat er aan de land is. Nee? Dus ze hebben gewoon. Kijk, ze moeten uh, een, een budget rondkrijgen. En ze hebben er gewoon een forecast gedaan. En ze zien gewoon een teruglopende economie. En iedereen bereidt zich daarop voor. Ja. En zij zeggen van oké, okay, misschien krijgen ze een 20% krimp voor hun kiezen. Hoe gaat dat er financieel uitzien? En uh, wat ze waarschijnlijk niet voor ogen hebben gehouden. en ik moet je heel eerlijk zeggen. het is ook een. het is vreemd dat het gebeurt. Mm -hmm. maar de Fed is die rentes omhoog aan het schoppen. Mm -hmm. En daarmee is kapitaal gewoon duur geworden. Dat het kapitaal. die gaat uit uh, de markt. en daarmee zie je ook. dat is wat die economische. die recessie uh, triggert. <coughs> Daar loopt ze eraan. Niemand had verwacht. dat de Fed. Uh, die rente zou verhogen. Mm -hmm. Want wat is er aan de hand. Uh, de Amerikaanse overheid en dit, 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 ditzelfde verhaal geldt keer 10 voor de Euro Europese situatie, maar uh, de Amerikaanse uh, overheid zit tot aan zijn nek in de schulden. En uh, in Europa is hetzelfde aan de hand. Ik bedoel, landen als Italië die hebben 135% van hun bruto binnenlands product op de staatsbalans uh, staan mm -hmm. als schuld. Weet je? Ik bedoel, dat is fucking insane. En dat, um, dat moet gefinancierd worden. Als je die rentes omhoog gaat, dan, dan zijn die schulden niet meer te financieren. Ja. Dus iedereen dacht van als die landen failliet gaan, mm -hmm. uh, uh, dat wil niemand. Dus die, die rentes gaan echt niet omhoog. Dat gaan ze niet doen. Ja. Nou, ze doen het toch. En met als gevolg dat niet alleen landen failliet gaan, maar ook gewoon uh, bedrijven om gaan vallen. Ja. En uh, dit is nou een goed voorbeeld van een bedrijf dat zich helemaal tot aan het dak. Vol gepropt heeft met gefinancierd kapitaal. Ja. Um, en zometeen de rentes niet meer kan betalen, omdat die rentes omhoog gaan. Dus mm -hmm. um, ja, groot probleem. En, maar uh, aan de andere kant, um, dit is waarom een <laughs> recessie hebben. Weet je, dit ja. is exact dit soort bullshit, dit soort gratis geld, onzin. Get big moet, quick noemen ze dat. Uh, het uh, daar, nou ook, het ja. moet uit de economie, want het is een uh, ja. uh, eigenlijk uh, verstoort het uh, echte marktsignalen. Ik bedoel, ja. dit soort bedrijven verstoren uh, het signaal wat vanuit consumenten gestuurd wordt. van er is namelijk vraag naar een x-aantal. Uh, games. En yeah. dat moeten bijvoorbeeld kwalitatieve games zijn. Games zijn binnen zo'n genre. Uh, mm -hmm. Dit soort games. En hoe weet de markt dat? Doordat bepaalde games goed verkopen. Of dat er geld mee wordt verdiend. Er is vraag naar een online voetbalgame. Er is vraag naar een warzone propositie. Er is vraag naar Minecraft. Ja. Er is vraag naar Fortnite. Dat soort games, daarvan weet je er is vraag naar. Ja. Al deze shit die zij aan het ontwikkelen zijn, ik weet niet of er vraag naar is. Maar de markt doet alsof nou er ja, vraag naar is, exact. omdat er gratis geld is. Want... Wat deze Nederlandse man mannen ook zeggen, it's, it's an insane notion that you could have so many people doing due diligence simultaneously on dozens of deals. Dat klopt, hè? Als je een deal sluit, dan de, de boeken yeah. en alles moet dragen en moet je kijken van heb je wat zijn je forecasts, dit en dat. En and, and yet fail to look out of the window, alsof ze een soort van ja, nee, maar dat, op. Dat, ik vind dat veel te makkelijk. Ja. Want natuurlijk uh, kunnen ze uit het raam kijken. En natuurlijk kan iemand zeggen, ja, maar wat is de rentes omhoog gaan? Dan hadden ze gezegd, de rentes gaan omhoog? Denk je dat nou echt? Dan gaan landen gaan omvallen. Maar het, ze hadden ook, uh, jij ja, en ik zeiden ook allemaal van, oké, okay, het is hartstikke leuk dat we, uh, omdat we allemaal binnen zitten, heel veel games gaan verkopen, maar volgend jaar is dat afgelopen. Als we, zodra we in de gaan, Het gaat helemaal niet om dat games verkopen, dat is de ironische nee. van het. gaat om, om hoe financier je uh, je bedrijf? Ja, nee, maar en de inkomsten blijken dus nu laag te zijn? Nee, dit jaar. Het, het heeft niks met de inkomsten te maken. Het huh? heeft met de kosten van financiering te maken. De hele economie, of tenminste, een groot gedeelte van de economie draait op geleend geld. Ja. Weet je, net als dat... Maar dan moet je toch aflossen met geld? Maar je lost los niet meer af met geld. Leningen worden gewoon doorgerold, weet je. Die worden ja. gewoon opnieuw afgesloten en opnieuw gefinancierd. Ja. Dat zou zo doen overheden, dat ook. Zo'n mm -hmm. grote bedrijven, dat ook. Ja. En dat is het hele ding. Wat zij hebben gedaan, kijk, als jij... Uh, een ton leent van de bank en je kan niet terugbetalen, heb je een groot probleem. Ja, ja, maar nee, als jij nee, 4 miljard leent van betaal... de bank en je kan niet terugbetalen, heeft de bank een groot probleem. Ja. En dat is, dus dat is waarom zij zo snel mogelijk 4 miljard willen uitgeven. Ja. Dan heeft de bank een probleem als zij niet meer kunnen terugbetalen. <laughs> en dat is, dat is een hele andere ja. uh, manier van kijken naar hoe dit soort bedrijven gefinancierd worden. Is dit is dat dan. Is dit link in de zin van? De ja, natuurlijk. Dat is bullshit. Het is, het, is een, het is een gigantisch luchtkastel. Maar, ja, ze maar zijn dat is een bubbel. Ja, dat, dat... de he onze hele economie zit zo in elkaar. Ja, oké. Okay. Dat is, ik bedoel, een huis. Uh, wat uh, bij wijze van spreken vijf jaar geleden vijf ton kost, mm -hmm. en vandaag een miljoen kost, is niet een ander huis. Het is hetzelfde huis. Zeker. Het zegt niks over dat huis. Ah, het zegt het over de waarde van ander geld. Een likje verf zit erop. Een nee, nieuwe maar, wc. Nog Nom niet eens waar. Nee, ja, 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 nee. Maar het gaat, het gaat niet om de waarde nee. van het huis. Het gaat om de waarde van het geld. Ja. De waarde van het geld is gehalveerd. En dat is wat je hier ziet met dit soort uh, uh, dingen. Zij hebben uh, een gigantische schuld. Dat is niet erg als de waarde van die schuld. Uh, maar weg verdampt door inflatie. Ja. Maar wat gebeurt er nu? Het verdampt niet weg. Nee, nee. De, die schuld wordt groter. En dan kun je hem opeens niet meer betalen. En dan heb je een probleem. En ja. dan dreigt faillissement. Dus dat is het grote probleem. En wat gebeurt er bij de Embracer-groep? Die gaan aanbellen bij Microsoft, want die lijntjes liggen er al. En die hebben wel daadwerkelijk geld. <laughs> dus dat, um, uh, dat <laughs> ja, is natuurlijk ja, 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 een, ja. een ander verhaal. Maar goed, anyways, uh, uh, dit gaat niet over inkomsten, weet je. En sowieso die games die ze allemaal gekocht hebben, um, uh, die komen de aankomende drie jaar nog niet uit. Nee, nee, nee. En, en wat ik al zeg van de, de waarde. Bijvoorbeeld een, een Saints Row heeft het aardig gedaan. Nee, maar kunt, super. Kunt nee, ja, maar maar dat bedoel ik van... De, dus de revenues die ze hadden verwacht... Hebben ze ook niet gekregen. En, en daar zit het bedrijf wel vol me. Het zijn niet die blockbuster games... Waarvan je een beetje een, een prognose op kan loslaten. Van nou, hier gaan we echt wel goed opvangen. En, um, ja. Ja, ik, het heeft me soms wel verbaasd. Aan de ene kant vind ik het wel... wel Vond ik het tof omdat zij dus oude IP's toch weer probeerden te omarmen. Hè? Iets wat we als hardcore gamer tof vinden. Aan de andere kant blijkt nu het gevaar van een grote bubbel. Die, nou, ze, die hebben, ze, hebben, ze hebben maar één uh, kaart die ze kunnen spelen en dat ja. is dat ze Microsoft en Sony tegen elkaar uitspelen. Ja. En ja. als Sony op een gegeven moment uh, doorheeft van kut, die 80% uh, uh, inkomsten van Third Party gaat verdampen, ja. op dat ogenblik kan zich groep naar Sony stappen en zeggen van luister, we hebben een heleboel content voor jullie, exclusief, maar het gaat je wel kosten. En dan kunnen ze toch even, dat is heel flauw hoor, maar dan kunnen ze toch beter die hele token failliet kunnen gaan, dan kunnen ze toch alles opgrabbelen wat ze willen hebben zo neer. Ja, maar ja, opgrabbelen. Ja, ik bedoel, dan staat iedereen in de rij om ook mee te grabbelen. Ja, nee, oké, okay, ja. Dan nee, dan ik, Microsoft kan daar natuurlijk op gaan wachten. In plaats dat ze nu de boel gaan steunen, kunnen ze natuurlijk ook gewoon wachten tot de boel klapt. En, en dan gewoon de titels eruit gerazen, zoals een Tomb Raider en een Crystal Dynamics. Ja, maar zo, zo is dit bedrijf ontstaan. Ja, ja. THQ Nordic is ja. uh, de, gewoon gaan grabbelen bij de, de toko's. Toen THQ failliet ging, heeft THQ Nordic, is een nieuw opgericht bedrijf, ja. die heeft toen gewoon de IP's overgenomen die nog enigszins de moeite waard waren. Mm. Daar, daar komt die Saints Road Deal ja. ook vandaan. Maar goed, het... Um, Apart. Ja, ja, ook dit is best wel... Uh, hè, 2023 wordt wat dat betreft ook wel weer een, een spannend jaar. Uh, die recessie is nog lang niet weg en... Uh, het begint nu met name bij bedrijven die gewoon echt schulden hebben. En niet een portemonnee hebben. Of niet genoeg inkomsten hebben. Om uh, daar iets tegenover te zetten. Gaat het een probleem worden. Dus ook dit blijven we in de gaten houden. Um, volgende, week? Ja, nee, volgende, week, volgende week is er zeker nog een piepshow. We gaan richting het einde van het jaar. Dan gaan we weer een speciale piepshow doen met het hele jaar. Um, tot volgende week dan maar.